Je begint met je voorste voet een soort ronde trap naar voren te maken, alsof je naar opzij een bal wil wegtrappen. Als je dat hebt, dus je aandacht gaat naar voorgaande been toe, het zogenaamde schoppende been. Als je dat hebt, kun je je knieën iets meer gaan optrekken en meer dimensies vinden in de beweging. En als je dat hebt, als je in de flow bent van het naar voren trappende been, dan breng je ook de aandacht in het been dat naar achter gaat. Van belang is, dat je gedurende de oefening continu je hele been laat vallen, alsof er een gewicht in hangt. Dus de knieën mogen omhoog gaan, maar het hele been gaat er als het ware onderdoor. En ook hier vind je dimensies van het naar opzij knieën en trappen, eventueel ook het naar achter knieën en trappen.